Tostema. Klaarleggen, dat lukt. Postema slim weggelopen. Postema geeft hij Ten Bosch dan de veilige haven. Jazeker, 2-0. Postema. Postema, dat is een schitterend doelpunt van Romano Postema. Die lange trap van der Steen. Het terugleggen van Hoornkamp. En Postema doet het vervolgens helemaal zelf. De aanloop. Postema en het doelpunt. Aandacht, mooie voetbeweging. Postema. Voorzet is goed en het doelpunt is daar. Het is 2-2. Postema. Die krult hem zo tegen de lat. Ja, hij heeft al mooi gescoord in de vorige thuiswedstrijd. Het was ook een hele mooie geweest. Goed voorin gebracht. Ja, de vrije kopkans. Maar daar is weer Stevens. En dan zit hij er alsnog in. Ja, het kon ook eigenlijk niet uitblijven. Hij had al een keer moeten scoren. Nu doet hij het, Postema. Ten Bosch doet wat terug. Het wordt een beetje geholpen door geklungel achterin bij Volendam. De paas is van Postema. Ten Bosch gaat dan ook in de aanval en heeft Postema. Van Bergen, daar goed voet was gezet door Goedmondson, die zichzelf daarbij blesseert. Postema kan er vandoor en daar Mulder. Postema controleert uitstekend en heel koelbloedig afgerond. Dat kun je aan hem wel overlaten. Goeie steekpaas, Reiziger uit de goal, maar hij kan de 1-1 niet voorkomen. Hier een poging en een doelpunt zelfs van Romano Postema. Ja, is goed doorgekopt door Postema, waardoor Van Morsel geweldig kan uithalen. Bischel komt er niet aan en dit lijkt mij dan een strafschop. Richting het doel van Delano van Kooi die bal moet vangen, maar dat niet doet. En daar profiteert Romano Postema van. Bal komt terecht bij Postema. De spits Postema op de paal. Divine Rens in de weg. De uitbraak en Raatsi wordt gepasseerd. Raatsi gepasseerd, dan de lob en dan is het 4-1. 4-1 Postema. Dordrecht twee dikke nederlagen achter de rug. En ze beginnen niet heel sterk tegen Den Bosch. Dat wel prima voor de dag komt. Hier is Ringo Meerveld op aangeven van Postema. Subtiel achterom in de 18-jarige middenvelder. De bal die een beetje kort is. En daar zit Postema tussen en hij rolt het goed af. Dan lijkt VVV verlost van FC Den Bosch. Maar dan denkt FC Den Bosch heel anders over. Romano Postema. En dan is het eruit te ranselen en vervolgens toch binnen schieten voor Den Bosch. Wat een leuke openingsfase. In het stadion de Vliert. Serieus blijft aan de bal. En daar is Postema. En die scoort niet. Wat een geweldige redding van Paas. Meerveld. Postema. Voor de aansluitingstreffer. Postema. Jazeker. Het is weer spannend. De stadion de Vliert. En Postema met zijn tweede van deze middag. Verdubbelt zo even je seizoenstotaal. Meerveld. Het lukt net niet steeds bij FC Den Bosch. Redding van Damen, zeg. Alsof Postema zou scoren, dat lukte niet.